Welkom bij Happy Hooggevoelig. Mijn naam is Marianne van der Werf en in deze podcast wil ik je inspireren om voluit van het leven te genieten. Wil je ook leren hoe je vanuit je innerlijke kracht en gevoeligheid met minder inspanning meer geluk kunt ervaren? Heb je zin om positief, energiek en vrij van onzekerheid en angst door het leven te gaan? Dan is deze podcast voor jou bedoeld. Door mijn werk als therapeut en mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Happy Hooggevoelige podcast. En fijn dat je weer luistert. En ik hoop dat dit een fijne, helpende podcast voor je wordt. Hij staat in het teken van zelfliefde en zelfzorg. Omdat ik heel vaak toch de vraag krijg van Marianne, ik weet wel dat ik beter voor mezelf moet zorgen, maar hoe dan? En om je even een situatie te schetsen, is dat ik van de week een mooi gesprek had met een klant van mij. En zij was heel erg bezig met zich staande te houden op een werkvloer en in wezen in een omgeving die niet fijn is. En ze zei van ja, maar ik moet daar toch mee omgaan. En ik moet daar dan toch me staande weten te houden. En waarom lukt het me nou niet om gewoon de dingen naast me neer te leggen? En waarom lukt een ander dat wel? En ze was dus eigenlijk heel erg aan het mopperen op zichzelf en heel erg zichzelf aan het forceren om in die omgeving zich staande te houden en daarin te passen. En toen zei ik tegen haar van, je mag meer van jezelf houden. Je mag meer zorg dragen voor wie je bent. En waarom zou je, als een omgeving niet oké voelt, als een omgeving toxisch voelt, als collega's niet loyaal zijn, waarom zou je jezelf dan dwingen om daarmee leren om te gaan, wat nooit gaat lukken? Want voor mijn gevoel is dat je in een niet kunt lopen en toch dagelijks probeert om op die benen te staan. Maar dat heeft dus heel veel te maken met zelfliefde. En ik heb al een gratis 10 tips die je kunt downloaden op mijn website. 10 tips voor meer zelfliefde. Maar de tips die ik vandaag ga meegeven, die zijn nog ietsje kleiner. Die zijn nog deels wat toegankelijker. In die zin dat het wat meer ook overkoepelend is van je houding ten opzichte van jezelf. In dat acceptatieproces. In het meer zelfliefde gaan ervaren. En in het herstellen van de verbinding met jezelf. Heel vaak onderliggend ligt de overtuiging van, ik doe er niet toe, ik ben het niet waard om van te houden. Wat stel ik nou voor? Ze nemen me toch niet serieus. En dat is vaak gebaseerd op ervaringen uit het verleden, waardoor je bepaalde overtuigingen hebt als waarheid hebt aangenomen, waardoor je nu steeds over die grens heen gaat. Wanneer je heel erg bij de ander bent, wanneer je heel erg aan het scannen bent continu, wanneer er alertheid is, wanneer je gefocust bent op de ander, is het ook veel moeilijker om van jezelf te houden, omdat je de ander belangrijker vindt dan jezelf. Nou, dat zijn allemaal dieper liggende oorzaken waardoor jij minder van jezelf houdt. Daar heb ik ook al eerder een podcast over gemaakt. Heb je daar een vraag over? Mail me ook gerust eventjes. Of met je vraag van, goh, hoe moet ik dat nou zien en wat moet ik hiermee? En sowieso is dat altijd als ik een podcast maak waar je iets meer over wilt weten, of je wilt er eventjes over sparren, of je hebt er een vraag over, let me know. En natuurlijk kun je ook altijd instappen op dit moment voor de early bird prijs in de training alignment, omdat die heel erg over die verbinding van jezelf, over zelfliefde, zelfacceptatie en leven vanuit jouw voorwaarden en vanuit hoe jij diep van binnen bent. Maar nu gaan we gauw naar de tips. De eerste die ik altijd zeg is van, sta jezelf toe om te voelen wat je voelt. Sta jezelf toe dat jouw beleving, dat wat jij merkt, wat jij voelt, er mag zijn.
Eventjes terugkomend op wat die mevrouw, die klant van mij, zei van ja, maar ik wil daar geen last van hebben. Ik wil dat naast me neer kunnen leggen. Maar het is niet zomaar dat zij er last van heeft. Sowieso al heeft ze er last van omdat ze hoogsensitief is. Ten tweede heeft ze er last van omdat er dingen zijn die gewoon niet kloppen. En wanneer je daaraan voorbij gaat, wanneer jij dat dus niet serieus neemt, dan ga je dus voorbij aan je innerlijk. We komen straks nog even op het punt intuïtie, maar dan ga je dus compleet voorbij aan wat er zich bij jou van binnen afspeelt, wat jij ervaart, wat jij opmerkt. En daar gaat jouw innerlijke zelf nooit mee akkoord als jij dat wilt veranderen. Kijk, natuurlijk zijn er situaties waar jij last van hebt dat je zegt van daar zou ik minder last van willen hebben. Bijvoorbeeld wanneer jou hebt afgesproken met een vriendin en je merkt ik ben overladen, ik kan dit er even niet bij houden en je wilt een afspraak gaan verzetten en je hebt last van haar teleurstelling. Daar zijn manieren voor om daar minder last van te krijgen. Maar op het moment dat mensen jou niet respectvol behandelen bijvoorbeeld, of op het moment dat er vriendjespolitiek speelt op het werk, of op het moment dat dingen niet goed georganiseerd worden en je merkt gewoon dat er met twee maten gemeten wordt, dan kom je zo op het pad van waarden en normen. Ga daar nooit bij jou aan sleutelen. Als het gaat om waarden en normen en oprechtheid en jouw eigen talenten als het ware, die diep geworteld gekoppeld zijn aan jouw zijn, neem dat serieus. Sta jezelf toe om dat soort dingen te voelen. Sta jezelf toe überhaupt om weer te voelen. Je mag ergens last van hebben, je mag ergens tegenaan lopen, je mag verdriet hebben, je mag iets moeilijk vinden, je mag je druk maken om dingen. En dat is niet aan een ander om te zeggen dat je dat niet zou moeten doen of dat je dat minder zou moeten doen. Neem dus ook, dat is de tweede, je eigen emoties serieus. Want die emoties vertellen jou iets. Die emoties zijn of gekoppeld aan een eerste intuïtie, waardoor je voelt, oké, dit klopt niet, hier word ik onrustig van, omdat je er niet in meebeweegt. Of ze zijn gekoppeld aan bepaalde gedachten ten aanzien van een ander en van jezelf, die niet in lijn zijn met wat je voelt. Dus op een moment dat mijn klant zegt, ik moet hier anders mee omgaan en ik moet dat maar laten gebeuren en ik moet er maar oké mee zijn dat zij dat doet, dan blijft die onrust, dan blijft dat frustratiegevoel, dan blijft dat geen zin hebben ergens in, er tegenop zien. Die spanning blijft zich aandienen, omdat je niet luistert naar wat er daadwerkelijk intuïtief voelbaar is bij jou. Maar het kan ook zijn dat jij negatieve gedachten hebt over jezelf. Van ik ben stom, ik ben te gevoelig. Het kan ook zijn dat je gedachten gekoppeld zijn aan een irreële overtuiging. Zie je wel dat ik er niet toe doe? Of ik kan dat toch allemaal niet? Of wie ben ik nou? Het kan ook zijn dat je bepaalde negatieve gedachten hebt over een ander. En die geven ook een naar gevoel. Dus gedachten, daar komen we zo ook op. Die hebben heel veel invloed op je emoties. Maar emoties mag je altijd gebruiken als van, hey, wacht eventjes, waardoor voel ik me nu zo? Waardoor heb ik nu dat opgejaagde, onrustige of geïrriteerde gevoel? En waardoor komt dat? En meestal komt het iets met wat er van binnen bij jou zich afspeelt en heeft het niet zozeer te maken met de buitenwereld. Als derde tip heb ik dus, op een moment dat je dat merkt en je bent heel hard of naar jezelf of heel erg oordelend over een ander, waardoor je dus ook heel negatief denkt, koppel dat dan terug aan, oké, waardoor voel ik me nu zo? Welke gedachten heb ik op dit moment? En hoe wil ik me voelen? Een hele mooie vraag daarbij is, hoe wil ik me voelen? En welke gedachte helpt me, welke mildere gedachte ten aanzien van mezelf bijvoorbeeld, of welke mildere gedachten ten aanzien van de situatie of de ander helpt mij om me dan wat beter te voelen.
En dan merk je gelijk hoe zeer verweven, fysiek hebben we het dan nog niet eens over, maar je lichaamssensaties, je emoties en je gedachtegang met elkaar verbonden zijn. Als jij bepaalde negatieve overtuigingen hebt, dan is het belangrijk dat je, dat je andere paadjes gaat leren aanleggen. En wat daarbij helpend kan zijn, is om gebruik te maken, dat is mijn vierde tip, gebruik te maken van affirmaties. Ik had bijvoorbeeld heel sterk de overtuiging, ik mag geen fouten maken. En dat was killing. Want dan ga je altijd streven naar perfectie, wat per definitie niet haalbaar is. Die heb ik omgebogen naar, ik wil geen fouten maken, maar als ik een fout maak, dan vertrouw ik erop dat ik hem kan herstellen. En toen ben ik de affirmatie gaan van, ik kan vertrouwen op mezelf dat ik tot oplossingen kon. En dat werd op een gegeven moment, ik heb vertrouwen in mezelf. Ik ben capabel om mijn werk te doen. Ik mag fouten maken, want ik los ze op. En zo ben ik, ik ben niet verantwoordelijk voor het welbevinden van de ander. Dat zijn bepaalde affirmaties en dat kan voor alles zijn. Ik ben waardevol, ik doe ertoe. En in het begin zal dat nog een beetje nep klinken. Ja, maar ik zeg dat wel, maar ik voel het nog niet. Maar dat komt ook omdat die andere paadjes nog dominant zijn. Dat noemen ze de default modus. De overtuigingen die je al heel lang denkt, dat is een gewoonte geworden. Dus je moet oefenen om andere paadjes aan te leggen. Maar dan ga je wel merken, iedere keer als je herhaalt, ik ben waardevol, ik doe ertoe, dat daar op een gegeven moment iets gaat veranderen in je systeem. Want het is iets wat je vroeger heel hard nodig had om te horen en niet gehoord hebt. En jij bent nu als volwassene de aangewezen persoon om dat nu tegen jezelf te gaan zeggen. Oké. De vijfde tip. Op een bepaald moment wil jij meer voor jezelf gaan kiezen. Wil je jezelf belangrijker gaan maken. Hè? Dat is inherent aan voor jezelf opkomen en je grenzen aangeven. En meer zelfliefde is inherent aan meer voor jezelf kiezen en meer ook voor jezelf doen. Nou, begin met makkelijke acties. Begin bijvoorbeeld met het laatste koekje nemen wat nog op de schaal ligt. Of niet altijd te vragen wat wil jij eten, kies jij maar. Maar om zelf te kiezen wat jij op dat moment, waar jij zin in hebt om te eten. Als jij in een winkel bent en iemand drinkt voor om een keer te zeggen, sorry, maar ik was aan de beurt. Je ziet die personen waarschijnlijk toch nooit meer. Ga altijd oefenen met makkelijke mensen. Bijvoorbeeld als jij een vriendin hebt en je zegt altijd ja als ze de koffie wil. Maar je weet ook dat als je nee zegt, dat ze het wel zal begrijpen. Ga eerst met haar oefenen. Om nee te zeggen, om je grens aan te geven, om eerlijk te zijn. Dus dat hoeft niet gelijk met hele grote veranderingen te maken hebben. Alleen al je gevoelens toestaan is een verandering. Hè? Dat realiseer je. Dat soort kleine dingen alleen al dagelijks je affirmaties gaan benoemen, is al een verandering. Daarmee zet je al iets in werking. Dan werk je al aan zelfliefde. En daarom zei ik net aan het begin al, van denk niet te groot gelijk hoe je het allemaal moet doen. Stel jezelf ook steeds de vraag als iemand onverwachts iets aan jou vraagt, dat je zegt, ik stel het even uit, ik denk er even over, ik kijk even in mijn agenda. En dat is al een stap. En ook al zeg je dan vervolgens nog ja, omdat het dus moeilijk is om nee te zeggen, dan heb je toch die tussenstap, ben je al aan het oefenen. En dan komt er een moment dat je die tussenstap oefent van, ik kijk even in mijn agenda, ik moet eventjes kijken of het uitkomt, of het me lukt. Dat je denkt, oké, maar ik heb hier zo geen zin in, of dit komt zo slecht uit, want dan kan ik dat en dat en dat niet doen. En dan komt er een moment dat je toch nee gaat zeggen. En dan is het ook zaak dat je leert omgaan met het ongemakkelijke gevoel van nee zeggen. Dat is leren omgaan met ongemakkelijke emoties. En dat kan ook best wel pittig zijn, omdat wij de emoties gewoon sterk ervaren.
Hè, en dat heb ik ook wel, dat ik dan rondloop omdat ik iemand teleurstel of omdat ik nee heb gezegd. En dan kan ik best een aantal uren of een halve dag last van hebben. En dan knaagt het zo en dan denk ik, waarvoor voel ik me nou zo? Oh ja, ik heb dat en dat. Ja, het is zo. Dan mag ik mee leren omgaan. En dat is ook weer voelen en jezelf toestemming geven om te voelen. Want zo zit jij in elkaar. En daar mag jij oké mee zijn. Dat is echt de erkenning van je hooggevoeligheid. Wat ook overigens onwijs mooie dingen heeft. Hè? Daar heb ik ook een podcast over, die 13 mooie eigenschappen. Mocht je die niet gehoord hebben, ik weet niet het nummer, maar zoek die op. Die is ook heel erg mooi. De volgende tip, tip 6. Soms is het makkelijker om van jezelf te houden als je terugkijkt naar hoe jij als kind was. Ik zeg heel vaak, ik heb een foto op mijn bureau staan van mezelf. En dan zeg ik heel vaak, kind, wat ben je leuk. Wat ben je grappig, wat zie je er leuk uit, wat was je een lekkere wildebras. En dat kan soms helpen, dus pak eens een fotoboek erbij. Pak een foto en zet die op een prominente plaats. Praat tegen dat meisje of die jongen. Vertel hoe leuk, lief, grappig hij of zij is. Dat is vaak een veel makkelijker ingang om via je innerlijke kind van jezelf te gaan houden en daar ook de erkenning aan te gaan geven. En dat kan dus op een hele praktische manier. Je wil niet weten hoe vaak ik niet tegen dat meisje iets zeg. En dat is echt heel leuk. Dat geeft gewoon dat merk je aan me als ik dat zo vertel. Dat is gewoon een heel fijn gevoel. Ga naar de mooie dingen kijken van jou als kind. En misschien zie je dan ook wel verdriet. Of misschien zeg je ook, oh, wat had ik het daar pittig. Wees dan ook extra lief voor jezelf, want dan heel je. Dan neem je eigenlijk, ga je daar al die transitie maken en die shift maken. De 7e tip. Vraag eens aan anderen wat zij mooie of positieve eigenschappen van jou vinden. En neem deze met dank aan. Omdat heel veel eigenschappen die jij hebt, vind jij heel normaal. En misschien heb jij een aantal eigenschappen waar je helemaal geen zicht op hebt, maar die anderen enorm aan jou waarderen. Waar je zelf niet op kan komen. Ik zal nooit vergeten dat ik op een gegeven moment een jongen had van 18 jaar en die moest eindexamen doen en die liep helemaal vast met faalangst. En daar zat ook van, ja, ik stel niks voor, ik ben niet leuk, ze vinden er niets aan. Maar hij had wel heel veel vrienden. En toen vroeg ik, wat waarderen jouw vrienden aan je? Want hij liep ook stuk op zijn presentatie met name, omdat het geen prater was. En dat veroordeelde hij aan zichzelf. En toen vroeg ik, wat vinden jouw vrienden zo fijn aan je? Wat krijg jij terug van je vriendengroep? Ja, dat ik zo luister. En dat ze zo goed bij mij terecht kunnen. En tegelijkertijd, met dat hij dat zei, had hij zoiets, oké, maar dat ik geen prater ben, is dus voor andere mensen een hele fijne eigenschap, omdat daar tegenover staat dat ik een waanzinnig goede luisteraar ben. En dat maakte hem toen enorm emotioneel, maar het veranderde wel iets in zijn overtuiging ten aanzien van zichzelf, waardoor hij daar heelde en een nieuwe overtuiging kreeg, waardoor we ook makkelijker konden gaan werken aan zijn presentatie. En ik uiteindelijk een berichtje kreeg, ik had een 7, het ging eigenlijk hartstikke goed. En dat is ook zelfliefde, zelfacceptatie. Als jij merkt dat er steeds een trigger is. Als jij merkt van, hey, die overtuiging zit zo vast bij mij. Daar heb ik zoveel last van. Die opmerkingen, die personen, die situaties, die blijven mij zo onderuit halen. Mijn hele zenuwstelsel slaat op hol. Dan is het echt gerelateerd aan trauma. En trauma kun je niet in je eentje helen. Dus als jij merkt dat je steeds getriggerd wordt, zoek hulp. En dan geen hulp waarbij alleen maar gepraat wordt, maar het zij lichaamsgerichte therapie, het zij EMDR, het zij systeemtherapie. Maar zoek een goede therapeut. Je bent natuurlijk altijd bij mij ook welkom, maar zoek een therapeut die jou kan ondersteunen en begeleiden in het helen van je trauma. Want dat kun je niet alleen. Dat is te heftig. En vaak weet je ook niet eens waar precies de trigger zit. Of denk je dat die ergens, je weet wel wat de trigger is, maar waar die precies vandaan komt. Want hij ontstaat vaak nog eerder dan dat jij bewust weet. Want dit speelt zich af op celniveau. De 9e tip. Split verantwoordelijkheden en ga op je eigen plek staan. Een wat minder fijne eigenschap van heel veel hooggevoelige mensen is dat zij zich verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van de ander. En als jij
vanuit jouw eigen plek verantwoordelijkheid pakt voor wat jij zegt, doet, denkt en voelt. En jij zegt iets op een nette manier, jouw gevoel is oprecht, jouw acties komen of jouw gedachten komen voort uit liefde en niet uit irritatie, frustratie of pijn. Dan ben jij heel zuiver in hoe jij je gedraagt naar de ander. En dan is de verantwoordelijkheid van de emotie die de ander ervaart wanneer jij je grens aangeeft bijvoorbeeld, is niet jouw verantwoordelijkheid. Want de ander is 100% verantwoordelijk voor wat diegene zegt, doet, voelt en denkt. Ik geef heel vaak het voorbeeld en ik heb het misschien eerder genoemd, maar dan hoor je hem nog een keer, herhaling is ook krachtig. Als ik voor heb genomen om naar het strand te gaan, ik heb een dagje vrij en ik ga lekker naar het strand. Mijn tas staat al gepakt, ik heb lekkere broodjes gehaald en ik trek 's ochtends, doe ik de gordijnen open of ik kijk naar buiten en ik zie dat het regent. Dan denk ik, getverdemme, heb ik weer. En zo gaat dat. Zie je wel, het is me niet gegund. Ga ik een keer naar het strand, lukt het meer. Nou, heb ik weer een rotdag. Zo gaat dat, hè? Gedachte, 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 gedachte. Gaat bij ons razendsnel. Want we associëren. Dus in een no time zit je in die neerwaartse spiraal. Mijn buurman heeft een boomgaard, perenbomen. Die trekt de gordijnen open en die denkt, oh heerlijk, het regent. Hoef ik vandaag niet te sproeien. Heb ik een hele vrije dag. Of een halve vrije dag. Zelfde situatie, zelfde context, compleet ander gevoel, beleving, omdat de gedachte anders is. Dus hoe een ander denkt, voelt, veroorzaakt die emoties. Als jij je grens aangeeft aan een vriendin en ze denkt van, ah, jammer zeg, maar goed, ik snap het wel, ik wou dat ik dat wat beter kon en ik vermaak me wel, is haar teleurstelling van een heel ander level en haar gevoel ook, dan wanneer ze denkt, nou, wat stom, wat erg, en ze vindt me niet leuk en ik ben zeker niet meer belangrijk voor haar en ik zou dat nooit doen en hoe kan ze dat nou doen? Oh, je voelt het al. Dan kelder je in energie en dan zit je in zak en as. Dus wees je heel bewust van je gedachten. En nogmaals, ik kom er even op terug. Dit allemaal van dit soort dingen zit heel uitgebreid in de online training Alignment die op 14 oktober start. En waar je nog een early bird voor geldt op het moment hopelijk dat je deze podcast hoort. Want daar gaan we met al deze onderwerpen, met je energie, met je emoties, met je gedachtegang, met je oorzaken waardoor je uit alignment raakt, met je identificaties, met je trauma delen. Daar gaan we allemaal mee aan de slag. Het is echt een transformatietraining. Het is niet een oppervlakkige training, maar het is echt eentje waar je echt op een diepgaand level transformeert. Dus kijk daar ook zeker even naar op een moment dat je denkt, wow, ik wil hier echt 4 maanden lang mee aan de slag. Ik wil nu echt deze verandering bij mezelf teweeg brengen. Want ik wil echt heel veel van mezelf houden. En dat verantwoordelijkheidssplitsen komt daar ook zeker aan de orde. Hoe je dat kunt doen. De 10e. De laatste. Leer vertrouwen op je intuïtie. En geloof in je eigen dromen. Intuïtie is zo sterk bij hooggevoelige en hoogsensitieve mensen. Ik zeg en, maar het is hetzelfde voor mij. Hè? Ik heb het niet over de overgevoeligheid, maar over de HSP. Onze intuïtie is zo sterk, maar we hebben afgeleerd om te luisteren. Omdat die gedachten, die lagen zijn er overheen gekomen. En om in alignment te komen, is het juist zo essentieel dat je je weer verbindt met die ziel. Dat is in wezen in alignment zijn. En ook dus daarnaar te gaan luisteren. Dus een heel kort nee, een heel kort ja. Heb ik ook een podcast over gemaakt. Hoe je het verschil kunt merken tussen emoties gekoppeld aan gedachten. De emoties zelf. En intuïtie en angst volgens mij. Ook een hele mooie podcast. Maar intuïtie is vaak kort en krachtig, maar intuïtie verandert niet. Intuïtie is intuïtie. Dat komt vanuit zo diep, dat kun je ook niet uitzetten en het blijft zich ook aandienen. Dus als ik dan weer terugkom bij mijn cliënt die vindt dat ze moet veranderen op de werkvloer, haar intuïtie zegt, dit klopt niet, dit is ongezond,
Wegwezen. En dan zegt de gedachtenmaker er van alles van. Ja, maar dit, ja, maar dat. En hè, dan gaat ze voorbij aan de emotie. Ik moet hiermee om kunnen gaan. En intuïtie zegt, klopt niet, wegwezen, klopt niet, wegwezen. En dat blijft intuïtie doen. Net zoals verlangen. Als iets zich aandient als een verlangen, blijft het zich net zo lang aandienen totdat je er gehoor gaat geven. Totdat je je verlangen gaat voelen. Totdat je je emoties gaat, eigenlijk je gedachten gaat afstemmen, waardoor je positieve emoties gaat ervaren. En dat is allemaal gekoppeld aan zelfliefde. Want dit is wat je primair hier op aarde te doen hebt. De pure zelfliefde zit hem in de verbinding met je authenticiteit. Lang verhaal volgens mij. Ja, nou valt mee, 25 minuten. Mocht je interesse hebben in de early bird en in de online training alignment, in de omschrijving zal ik de link zetten. Heb je een vraag, wil je eerst sparren of het iets voor jou is? Let me know. Sowieso als je een vraag hebt naar aanleiding van deze podcast, stel hem gerust, stuur even een mailtje of een appje. Dan reageer ik altijd zo snel mogelijk. Ik kan wel een paar dagen tussen zitten. Maar zeker als het een vraag is over alignment. Die hou ik momenteel even heel scherp in de gaten. Want er zijn meer mensen die daar een vraag over hebben. Geef deze podcast please door aan mensen die er ook iets aan kunnen hebben. Rate hem. Schrijf een review, deel hem op Instagram, zodat nog meer mensen mij kunnen vinden en makkelijker kunnen vinden. Dus ontzettend bedankt als je daar iets voor mij in kan betekenen en wil betekenen. En voor nu een hele lieve groet en hopelijk tot de volgende podcast. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast-app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar. En wil je nu zelf aan de slag en meer lichtheid ervaren? En sta je open voor nieuwe inzichten en verandering? Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website www.zienswijs.nl. Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?